Vandaag bezoeken we een verlaten theater. Dit theater konden we niet ongezien binnenkomen. Veel mensen hebben ons gezien en het blijft spannend of ze de politie bellen. En of we er aan het einde ongezien uit kunnen komen, dat blijft ook nog eens de vraag. Hoe dit theater eruit ziet is echt immens vet. En dat check je allemaal in deze video. Oké, jongens, we zijn binnen. Mijn adrenaline is zo hoog, hè? Oké, we staan nu in het hele grote theater. Mijn adrenaline gaat dood. Waar is mijn tas? Staat die er nog? Oh, ik wil deze locatie al zo lang. Door zo'n klein gat heen. Ze zijn hier ook denk ik aan het renoveren of zo. Maar dit is het hele grote theater hierachter. Fuck, ga eerst even bij komen. Ik sta zo te trillen. Gelukkig heb ik een stabilisatie op mijn lens. Dat is niet normaal. Zo, ik heb mijn lamp er even bij gepakt. Maar dit is dus het theater. Daar beneden is denk ik de orkestbak. Had je hier stoelen en hier een heel groot bordes. In dit theater wilde ik echt al heel lang heen. En nu ben ik er gewoon. Ik sta nu vooraan hier bij de orkestbak. Hier zat het orkest in. En hier heb je het hele grote theater. Deze locatie is echt al heel lang dicht. Alleen voor werkers waarschijnlijk open. Ik ga eens beneden kijken. Ik sta nog zo enorm erg te shaken. Want deze locatie was gewoon zo lastig binnenkomen. Op zo'n drukke weg, door zo'n klein gat heen. Maar ik ga hierachter nu even op zoek, want hier moet er natuurlijk ook iets van kleedkamers of zo zijn. Dan gaan we nu even kijken. Dit is onder het podium. Hierboven is het houten podium. En dit is daaronder. Spinnenwebben en alles hangen hier gewoon eraan. De deuren. Het is groot maar rot. Met zijn die takken. Dit is het backstage gedeelte. Daar kan je dan denk ik achter de bühne op. Hier heb je nog grote deuren van als er een piano doorheen gehesen moest worden of iets. En nu boven gaat takken tegen het dak aan. En dat hoor je. Hier zat misschien de kleedkamers en zo achter. En hier heb je de bühne. Dan moet je die vloer hier zien. Die is gewoon helemaal door aan het gaan. Hier, overal van die gaten. Nou, dat gaat helemaal naar beneden, 4 meter. Dus je moet echt uitkijken met lopen. En dit zijn misschien kleedkamers of zo. Ik weet niet wat dit is. Kleine hokjes aan de zijkant. Misschien voor de techniek. Hier binnen een soort van takelwiel naar beneden. En hier heb je de mechanismes. En hier heb je een trap. En die gaat 100 meter naar boven, zo wat voor je gevoel. Is echt een meter of 40 hoger. Nu heb je ook nog een reling lopen. Ik wil op zich nog wel even naar boven klimmen om daar te kijken. Maar dan moet ik sowieso verwachten tot de boys te zijn. Want dat moet je niet alleen willen doen. Dat is echt te gevaarlijk. En hier heb je ook allemaal weer gaten. Allemaal gaten in de grond. Dit is echt vet, dit theater. Ik ga nu op deze oude trap naar boven klimmen. Kijken of we daar nog wat mooie shots kunnen maken en kunnen lopen. Het heeft alleen meerdere risico's. Het is heel oud en geroest allemaal. Je ziet hoe de grond er al aan toe is. En daarnaast, als we moeten vluchten, moet ik eerst helemaal naar beneden. Maar ik ga nu toch klimmen. En als laatste heb ik ook nog hoogtevrees. En moet ik met allemaal spullen klimmen. Maar ik ga het wel doen. Nou, ik ga me eraan wagen. Helemaal naar boven klimmen. Dat is echt een stuk. Ik neem jullie gewoon mee natuurlijk. Maar kijken of ik misschien even mijn camera opberg. Pak ik hem zo meteen weer. Ik ben nu boven. Kijken of ik de night vision aankrijg. Yes, ik sta helemaal boven. Alleen ik ga jullie laten zien, die plankjes zijn helemaal verrot. Daar kan ik echt niet oplopen hier. Hier, kijk. Helemaal doorgezakt. Die balken ook. En echt knijterhoog. Ik heb zo'n hoogtevrees. Ik wil echt heel graag weer naar beneden. Dus ik ga nu weer naar beneden klimmen. Ik ben echt heel bang. Ja, sorry. Ik heb echt enorme hoogtevrees. Maar ik ben wel even boven geweest. En dit is hier dus die bovenverdieping. Dit is helemaal ingezakt al. En dit is dus het theater. Kijk hoe hoog ik ben. Maar hier kan ik nu niet meer lopen.
Oké, ik ben nu ongeveer 5 minuten beneden. Ik was halverwege. En toen kwam er dus een heel stuk lust, een heel spel. En dat hele ding, dat kwam een stukje naar voren. Ik had echt nooit meer gedacht dat ik vanaf hierboven naar beneden ga komen. En ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Ik ga even zitten. Juist weer 10 minuten later. Het gaat alweer wel een beetje. Echt super dom wat ik gedaan heb. Maar ik ga even naar de anderen toe. Die lopen daarboven. Die waren er niet eens bij. Ik wil even mijn domme ideetje vertellen. Oké, jullie raden nooit wat ik net gedaan heb. Ik ben naar boven geklommen. Via dat stalen trappetje. Kan je naar boven dan? Ja, maar ik was boven. Halverwege was ik op de terugweg. En toen ging er zo'n spel ging er los. En, oh, gewoon een... En toen ging heel die trap zo een stukje naar achteren. En kijk, dat is echt nog steeds 30 meter hoog of zo. Dus ik dacht eigenlijk dat ik dood was. Fuck, ik sta nog steeds te trillen. Dat is echt al heel lang geleden nu. En ik ben nog steeds helemaal in paniek. Camera gaat alle kanten op, lamp ook. Maar gelukkig zit er een stabilizing op. Dat was niet heel slim. Dat schrik je helemaal kapot, joh. Zo. Hier heb je dus dat mooie bordes boven. Alleen je ziet dat het helemaal afbrokkelt. Dus waarschijnlijk zit er betonrot in. En dat is ook de reden dat ze hier van dit gaas hebben gemaakt. En niet alleen hier, maar ook bij bijvoorbeeld de volgende. Om het gewoon allemaal te beschermen, dat het niet naar beneden komt. Dus dit hebben ze gedaan om te voorkomen dat het naar beneden valt. Als je hieronder zou lopen, of bijvoorbeeld bij die boven ons, hier zou lopen waar we nu lopen, dan kan je dat beton op je krijgen. Dus vandaar dat ze dat doen. Betonrot komt ongeveer na 30 jaar. Als je het niet onderhoudt en zo. Dus ja, ze zullen waarschijnlijk bezig zijn met een stukje renoveren. Maar je ziet het echt overal, dat rot zitten. Het zit ook overal. En hier zit ook een deur. Hier hebben allemaal stoeltjes gestaan van dit theater. En dan had je daar het podium. De bühne. En een trap. Maar die trap gaat nergens heen. Oh, die heeft hier gelopen zo. En dan kon je hier zo ergens in. Het is een soort van wc of zo. En een wasbakje. Die hele verdieping is weg. Wow, dit ziet er ook echt vet uit. Het is niet heel stevig meer, denk ik. Daar is niks. En hier heb je een tussenverdieping. Er ligt daar nog een wc-pot. En voor de rest niet zoveel meer. Ja, misschien dat hier zo. De trap zit naar de volgende verdieping. Yes. Hier heb je de bankjes nog. Dit waren de bankjes die hier vroeger stonden. Met een leuninkje en zo kon je hier, dan moest je dan tussen zitten. En dit is dan je uitzicht op het theater. Ik maak me nu al enorme zorgen met naar buiten gaan. Het was zo'n klein gat. Het is daar zo zichtbaar waar we naar buiten moeten. We gaan hier sowieso gepakt worden. Ik durf gewoon eigenlijk niet meer naar buiten. En ik durf de lucht niet meer in. Even ontspannen. Even die adrenaline er een beetje uit. Die hebben daar een nestje of iets. Op de bovenste verdieping waren ook nog allemaal kamers aanwezig. Hier heb je ook nog allemaal kamers met open haarden en zo. En hier heb je dus de weg waar allemaal auto's rijden non-stop. Hier, daar moeten wij er zo meteen weer uit. Hier non-stop. Ik heb nu al via het raam gezien dat er non-stop auto's langs rijden. En we moeten met 3 man. Moeten we daar zo naar buiten? Hoe gaan we dat doen zonder politie? Ik zou het echt niet weten. Maar dit is een doodlopende weg. Hoe kom ik beneden dan? Hier is de weg naar boven. Waar is de weg naar beneden? Ik hoop hier. Yes. Vind je van deze locatie tof? Ja, het was wel tof, ja. Vooral zeg maar dat doek daar ook. Die vond ik echt best wel cool. Het is wel een mooie plek om foto's te maken. Ja. Zoiets. Ja, ik ben net boven bij een raam geweest en daar rijden echt non-stop auto's. Ja, klopt, ja. Maar het is nog drukker dan net. Echt? Veel drukker. Zo. Naar buiten komen auto, wordt ook... Auto. Naar buiten komen wordt ook nog echt best wel moeilijk, denk ik. Ik denk dat ik eerst moet gaan, want dan kan ik sowieso, als er wat is, met de auto iets fixen.
Dat is goed. Ja, laten we dat doen. Dus. Oké, okay, dus nu weer tijd om naar buiten te gaan. Ik hoor alleen heel veel auto's en zo. We moeten echt uitkijken. Ik zet mijn tas neer, ga gelijk naar buiten. En dan pak ik mijn tas aan, gelijk de volgende erachteraan. Eerst even kijken, ik kan nu aan mijn auto's doen. Auto. Als ze ons zien, hebben we er gelijk aangehouden. Huh? Nog meer auto's, stop er één voor de deur. En rijd door. Ik ben zo blij als ze buiten zijn, jongens. Ja, je kunt niet, ik ben echt fucking bang. Hup, 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 we hebben het in één keer gedaan. 3, 2, 1, go. Yes, hebben. Oh, die man is nu al aan het bellen. Echt? Ja. Hij is nu aan het bellen. Zo snel zo? Yes. En gelijk even rijden, want ik moet hier even zo snel mogelijk weg. Voordat ze een kenteken of iets hebben. Zo, dit was echt kut. Hij zat helemaal te wijzen en te bellen, hè. Zo van, ja, en dan de hele tijd zo als de telefoon. Ja, er komen nog één uit. Komt er nog één uit. Fuck, ik ga nog verder rijden. Ja, doe maar, ja. Dat ik ga is nog verder beter. Rijden. Uit, hoor. Oké. Ja. Hoi. Ik ga hier even parkeren, jongens. Ja, hier. Gelukkig zijn we hier niet meer gepakt door de politie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de video niet te liken, te abonneren, dat kan hier beneden. En dan check ik jullie bij de volgende video. Laters.